Nou, wat mij het meeste raakt, is toch wel de zaal over racisme. Een van de pijnlijkste en hardnekkigste erfenissen van ons koloniale verleden. Alle onderwerpen raken me omdat je ziet hoe het doorwerkt in de maatschappij van vandaag. Maar dat is echt de pijnlijkste. Dus die raakt me in die zin het meest. Een van de dingen waar ik zelf het meest onder de indruk ben, komt in het midden van de tentoonstelling, in het hart. Die drie bogen daar recht achter me. Het wordt een grote projectie met een digitaal namenmonument. Een namenmonument als eerbetoon aan tot slaafgemaakte mensen. Zowel in Suriname, in Curaçao, als in Indonesië. Wij hebben nu onderzoek laten doen, samen met de Universiteit Leiden. En we hebben een gigantische dataset van ongeveer 200.000 mensen. En die kun je digitaal interactief doorheen bladeren. Op zoek gaan misschien naar je voorvaderen. Of op zoek naar een plek die je kent, een eiland dat je kent. Een plantage die je misschien kent. En daarmee willen we eigenlijk juist de menselijkheid benadrukken van iets wat heel onmenselijk is. Want slavernij, dat is per definitie ontmenselijking. Hoop dat dat een heel indrukwekkende plek wordt in de tentoonstelling. Een heel bijzonder object in de tentoonstelling vind ik het werk van de hedendaagse kunstenaar Ziko Albaykuni. Dat werk heet Rua Tantanag Air Beta, Reciting Rights in Its Sites. En hierin bekritiseert de kunstenaar de plantentuin in Bogor. Dat is de voormalige plantentuin van buitenzorg, zo heette dat in de koloniale tijd. En hij stelt daarin ter discussie de rol die die locatie heeft gehad voor de plaatselijke bevolking in het verleden. En hij stelt ook de hedendaagse politiek ter discussie in dat werk. En dat doet hij in fluoriserende kleuren. En dat heeft hij ook gedaan met beelden die hij uit onze koloniale beeldbank heeft gehaald. En dat vind ik een heel bijzonder en heel inspirerend werk.